Loekduin en doe de paardensport en houderijopleiding op het Skalda Groen College in Goes. Voor de schoolopdracht organiseer ik het evenement de Rijd en Run 2019. Wil je meer weten over dit evenement? Kijk dan het hele filmpje af. En wil je je inschrijven? Ga dan naar www.mariskehoeven.nl. Wat superleuk dat je hebt ingeschreven voor de Rijd en Run 16 juni 2019. Om je goed voor te bereiden op de wedstrijd, lees dan het gehele reglement op de Mariskehoeven website. Minimaal een week van tevoren zal de startlijst op de website staan. Dan weet u hoe laat u deze dag moet starten en dan moet u minimaal een half uur van tevoren u hier melden. Als je je hebt aangemeld, kun je je pony of paard op gaan halen bij de buitenbak van de Mariskehoeven. Nadat u heeft aangemeld, kunt u een half uur van tevoren uw paard of pony gaan gereed maken voor vertrek. Alleen de rijder en de loper mogen het erf betreden om de rust voor de andere paarden en ponies te waarborgen. Claudia, de instructeur van de Mariskehoeven, zal u helpen uw bit in te doen, aan te singelen en de beugels op maat te maken. Dus ook mensen die iets minder van paarden af weten kunnen gerust meedoen en zullen geholpen worden. U kunt rustig instappen in de bak, zodat Claudia kan aangeven wanneer u klaar bent voor vertrek om naar de start te gaan, die op Van der Slikkenweg nummer 2 is bij Camping De Strine. Vergeet niet dat u echt uw nummer, uw startnummer op uw paard zichtbaar moet tonen. Anders weten wij niet welke deelnemer u bent. Dan gaan we knetterhard, we hebben zoveel gemerkt. Want we lezen, lopen en we zwemmen, zingen, dansen, gillen, zingen en we chillen met elkaar. Ja, hier staat u klaar voor de start. Degene die bij de start zit, zal aftellen en u laten starten precies op uw aangegeven tijd. U mag gelijk in draf vertrekken. We wensen u een fijne rijt en run. Hier zal worden afgeteld dat u van start kan gaan. Het is verplicht dat de loper het paard aan een halstertouw vast heeft. Ook voor gevorderde ruiters zal dit verplicht zijn. We gaan los met ons hart en delen het met iedereen. En start! Klaar voor de start! U slaat hier rechts af. De begeleider van het paard loopt altijd links. Uw paard hoort zoveel mogelijk in de berm te draven en u er links naast. Tijdens de rijd en run is stap en draf toegestaan. Galop niet. Dit leidt tot uitsluiting of strafpunten. Het eerste kruispunt moet u weer naar links. Het is alsmaar links. Let op verkeer. U nadert hier post 1. Hier moet u een opdracht doen. Tijden van de wedstrijd zal hier een cirkel liggen met een begeleider. U moet hier 10 seconden stilstaan en de begeleider, de renner, houdt het paard stil. Muis stil. Bewegingen leveren strafpunten op. 1, 2, tot 10. U bent bij 10. U stapt van uw paard af. De begeleider die hier staat zal het tellen doen. Voorlangs. En u gaat er zo snel mogelijk aan de verkeerde kant op. U mag niet de billen aanraken. En pas als beide beugels inzitten, mag u weer vertrekken in draf. Doet u het op- en afstappen niet, kost het u 3 minuten aan straftijd. Klaar voor de start. U nadert hier post 2. Post 2 passeert u een stap met een drietal obstakels. Er zal aangegeven worden waar de stap moet starten. Daarna doet u een slalom. Ten tijde van de wedstrijd zullen hier pionnen staan. De begeleider, de renner, zal het begeleiden. U doet de slalom. U steekt over. Daarna zal er een labyrint zijn. Ten tijde van de wedstrijd zal hier een labyrint liggen. De begeleider moet ook in het labyrint. U doet het labyrint. In stap. Aantikken is strafpunten. U gaat door een smalle doorgang die hier opgesteld zal staan. En u verlaat post 1 weer. En er zal aangegeven worden wanneer u weer met pionnen mag gaan draven. En dan is de finish in zicht. Daar komt Bibi aan die post 2 nadert. Dit is even een uitleg voor post 2. Rood rechts, wit links en stappen vanaf de pionnen. De begeleider, de renner, doet de slalom. Dus de begeleider doet de slalom begeleiden. Na de slalom in stap, want post 2 is in stap,
ga je het labyrint in. De begeleider zit ook in het labyrint, de pony in het labyrint. Als de begeleider eruit stapt of de pony raakt het aan, zijn strafsecondes. Vervolgens ga je de smalle doorgang in. Rood rechts, wit links. En wordt er aangegeven dat je weer mag draven. Ja, je mag weer draven. U nadert de finish. Zodra u bent gefinished, gaat u een stap verder naar de manege, waar u bij de manege kunt uitstappen. De finish zal worden aangegeven met een finishlijn en zal zijn waar u 's ochtends heeft aangemeld dat u aanwezig bent, bij manege Mariskahoeve. U zal weer door Claudia worden geholpen in de buitenbak met afzadelen. Kom uit je stoel, stoel, stoel. Want alleen maar blijven zitten is niet cool.